De burgerij wordt medegedeeld dat de gaslantaarns in onze stad voor de laatste maal zullen worden ontstoken op de avond van de 19e september. De burgerij wordt medegedeeld dat de gaslantaarns in onze stad voor de laatste maal zullen worden ontstoken op de avond van de 19e september anno 1966. Het tweede lustrum van onze Technische Hogeschool werd op 27 april gemarkeerd door de officiële ingebruikneming van het nieuwe auditorium. De opening van dit collegezalencomplex, waarin ieder uur ruim 2000 studenten van college kunnen wisselen, werd onder andere bijgewoond door prins Bernhard. De president-curator-ingenieur Witte zei in zijn rede dat aan deze hogeschoolgemeenschap 81 hoogleraren, 6 lectoren en 265 wetenschappelijke medewerkers zijn verbonden en zijn vervolgens... Zit de zojuist genoemde gedenkwaardige datum van de 23e juni 1956 is onbegrijpelijk veel tot stand gebracht. Een somper stuk agrarisch terrein en moerasland is van gedaante verwisseld. Het is uitgegroeid tot een wijk van Eindhoven die het gezicht van de stad volkomen heeft veranderd. Een hogeschool is gebouwd van glas en van beton. Burgemeester Witte vervolgde. Dit lustrum kan niet voorbij gaan zonder de naam te noemen van de minister die de grote motor is geweest achter de totstandkoming van onze Technische Hogeschool, minister Kals. Zijn naam zal onverbreekbaar aan deze instelling verbonden zijn. Hem geef ik thans in zijn hoedanigheid van minister-president gaarne het woord. Minister-president Kals sprak de openingsrede uit en zei daarin onder meer... Daarom hoop ik dat u zult begrijpen dat wanneer ik pleit voor vermenselijking van de techniek, dat ik mij dan allerminst tegen haar keer, maar haar verdedig juist. Haar verdedig als een onmisbare levenswaarde en dat ik ervan overtuigd ben dat door deze vermenselijking voor haar grotere en doelmatige ontplooiingsmogelijkheden in dienst van de mens en van zijn vrijheid en welzijn worden geschapen. Daaraan mede te werken is de taak ook van deze hogeschool. Hierna bespeelde Feike Asma het nieuwe orgel. Tot slot van de plechtige zitting zongen alle aanwezigen, begeleid door het Brabants Orkest, het Gaudiamus Igitur. Ter gelegenheid van dit lustrumfeest werd een dag voor de burgerij georganiseerd waarop zij een rondgang kon maken door de TH. Daarbij werden onder andere de afdelingen scheikundige technologie en elektrotechniek en de hal voor werktuigbouwkunde bezichtigd. Ruim 10.000 stadgenoten maakten gaarne van deze gastvrijheid gebruik. De snel groeiende omgeving van de TH krijgt steeds meer grootstedelijke allure, mede door enkele belangrijke verbindingswegen. Wordt zo bij de nieuwbouw rekening gehouden met de eisen van het toenemend verkeer,
In een deel van de binnenstad wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de voetgangers. Op 5 september nam de heer Van Lieshout afscheid van de gemeenteraad, waarin hij 21 jaar zitting had. 20 jaar daarvan als wethouder. In zijn afscheidsrede maakte de burgemeester bekend dat de heer Van Lieshout was benoemd tot ereburger van onze stad, waarna hij de inscriptie op de gouden eremedaille voorlas. Aan de heer Van Lieshout, uit waardering voor de wijze waarop hij bekwaam en volhardend de belangen van de gemeente getrouwelijk heeft gediend. De fractievoorzitter van de PvdA, meester Kammelbeek, die namens de raad het woord voerde, overhandigde mevrouw Van Lieshout bloemen en de scheidende wethouder een schrijfmachine. In de foyer van de stad Schouwburg kwamen honderden de heer en mevrouw Van Lieshout de hand drukken. Men zag er onder andere de oud-wethouder Buskens. In dit jaar van de gemeenteraadsverkiezingen kwam de oude raad voor het laatst in vergadering bijeen. 13 in de raadzaal vertrouwde gezichten zouden in de nieuwe raad niet meer te zien zijn. Eenzaam zaten burgemeester en secretaris aan de bestuurstafel toen tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad de nieuwe wethouders gekozen werden. Voor het eerst zou Eindhoven 6 wethouders krijgen. Alle raadsleden legden de eed of de belofte af. De heer Finze, nieuwe wethouder. De heer Van der Harten, eveneens nieuw lid van het college. In de samenstelling van het dagelijks bestuur kwamen enige wijzigingen, doordat de burgemeester zitting nam in het interim kabinet Zijlstra en wethouder Van Kemenade werd opgevolgd door de heer Timmers. In de laatste week van juli werden in het nieuwe openluchtbad De Tongelreep de Nederlandse zwemkampioenschappen gehouden. De openingsduik werd verricht door Betty Heukels, die enkele weken later Europees kampioene 400 meter wisselslag zou worden. Tijdens deze door PSV Zwemmen voortreffelijk georganiseerde kampioenschappen, waarbij op de meeste dagen het weer niet meewerkte, werden spannende wedstrijden gezwommen die veel publieke belangstelling trokken. De overwinning op de 100 meter vlinderslag dames was natuurlijk weggelegd voor kampioene Ada Kok. Na Ada Kok tikte Nel Bos als tweede aan en onze stadgenote Betty Heukels werd derde. Op de 200 meter vlinderslag heren werd Dick Langerhorst eerste voor de PSV'er Chris van Lint, die de zilveren medaille in de wacht sleepte. De dames-estafetteploeg van PSV veroverde op de 4x100 meter wisselslag zilver. De ploeg bestond uit Betty Heukels, Annelies Kaanders, Dalia van Bruggen en Toti Heukels. Zondag 8 mei werd in Aalst een internationale motocross gehouden. Een stoffige tijdspassering waarbij we het commentaar gaarne overlaten aan de knalpotten. Een andere gemeente van de agglomeratie is Valkenswaard, waar ruim 1/3 van alle sigaren die men in Nederland rookt gemaakt worden, zowel mechanisch als met de hand. Op
Op 20 april onthulde mevrouw Kersten hier een door Arthur Spronken vervaardigd beeld van de sigarenmaker dat door de Willem II-fabrieken aan de gemeente werd aangeboden. Eerder dit jaar was Valkenswaard al in het nieuws geweest door de tv-wedstrijd Interland die tegen de Belgische gemeente Tienen ging. In deze Vlaamse stad werd gesjouwd met meubels. Er sneuvelden tientallen kopjes en de meisjes moesten al botsend proberen doelpunten te maken. Op de Valkenswaardse markt was de activiteit zo mogelijk nog groter en men sprong hier niet bepaald zachtzinnig met de pop om. Ze klommen als katten in het touw en men was er ook op uit om elkaar op andere wijze de loef af te steken. Geprikt werd er in Valkenswaard ook op de dagen die voorafgingen aan het bloemencorso. Met meer dan 1,5 miljoen bloemen in alle variëteiten, kleuren en combinaties werden de wagens omgetoverd tot sprookjesachtige fantasieën. En zo zagen de resultaten van al dat zwoegen eruit. In bloemrijke bewoordingen huldigden velen de Eindhovense bioscooppionier Thijs de Smet, die ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag onder andere een door Peer van de Molengraft geschilderd portret ontving. Ook het portret van de Tunesische president Bourguiba, dat deze bij zijn bezoek aan de NV Philips kreeg aangeboden, was door dezelfde artiest geschilderd. De smidse waarin dokter Huub van Doorne zijn carrière begon, was een bezienswaardigheid voor die leden van de Russische opperste Sovjet die op 1 juli een bezoek brachten aan de DAF. Natuurlijk had men ook veel aandacht voor de moderne productieafdelingen. Na die excursie door het bedrijf werd de delegatie ontvangen door de president-directeur, de heer Wim van Doorne. Het gemeentebestuur aanvaarde dankbaar een geschenk van 1,5 miljoen gulden dat ingenieur Philips ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van zijn onderneming aanbood. 1 miljoen voor een ijsbaan en 500.000 voor de muziekschool. Het was de inzet van een feest dat spontaan uitgroeide tot een overrompelende, hartverwarmende happening. Een festijn zoals Eindhoven nog nooit had beleefd. De Philips Harmonie, die in deze dagen wel zeer veel muziek om klank te uren maakte, was er uiteraard bij toen op de Emma-single het beeld van de lampenmaakster uit 1891 werd onthuld. Het geschenk van de gepensioneerden. Uit haar tijd dateren ook de oldtimers, die verrukkelijke oude auto's die een van de attracties waren waarmee de binnenstad haar deel aan de totale feestvreugde bijdroeg. Een bijaard was het feestcadeau van het Nederlandse personeel aan Philips.
Deze bijaard liet op deze dag ook de stem der stichters horen, dankzij bijaardier Leen het Hart. Hoogtepunt van de muzikale manifestatie was de wereldpremière van het door dirigent Freek Schorer gecomponeerde concert voor bijaard en harmonie. In de tot theater omgebouwde jubileumhal verving de show Protuberantia een officiële receptie. De Shepherds bezongen onze stad weemoedig. Als ik jouw licht van ver aanschouw, denk ik in vrucht en in misère. Eindhoven lichtstad, ik ben trots op jou. Petra Lasseur in minirok deed swingend een wens. En de wereld viert mee. Philips heeft zijn jubileum. Ik heb een reuze idee. Geef ons voor dit jubileum. Eindelijk kleuren tv. Tot afscheid liet regisseur Willy van Hemert het hele corps de ballet op heftrucks langs het toneel defileren. Het Evoluon, een ontmoetingscentrum waar de moderne mens een inzicht kan krijgen in de invloed van de techniek op het leven van morgen, werd door Prins Bernhard elektronisch geopend. Directie en gasten maakten een lange rondwandeling door deze technische wonderwereld. Een sportief element van de feestelijkheden was een zogenaamde vossenjacht per ballon die van start ging op het plantsoen nabij het Evoluon. Voor de officiële ballonvaarders die uit vele landen van Europa en daarbuiten waren gekomen, was het windstille weer niet ideaal. Maar dat was het vermoedelijk wel voor de passagiers, onder wie ingenieur Philips, die met de bekende ballonnerina Nini Boesman langzaam en plechtig het luchtruim koos. De vos en de meeste jagers zouden na 3 uur landen in de buurt van Riethoven. Ballonnetjes, maar nu door Philips zelf gemaakt, belichten de musical Houdoe Philippine, waarvan alle voorstellingen uitverkocht waren. Zelden eerder zijn amateurs erin geslaagd een musical met zoveel vaart en zulke professionele allure op de planken te brengen. Het feest ging voorbij. De markt was er het middelpunt van. Zoals hij dat ook al was in 1891 toen Philips kwam. Het 75-jarig bestaan van Philips gaf extra kleur aan het hart van onze stad. En het feest werd besloten aan de Karpendonkse plas in een zee van licht, geboren uit het grootste vuurwerk dat ooit de hemel in ons land in gloed heeft gezet. Een spectaculaire apotheose van een voor onze stad gedenkwaardig jubileum.